ik ben door Harry gevraagd op het moment dat Elko Gelling naar de Golden Ear ging. Ja, die hadden een hit, ik weet niet of het Radar Love was, weet ik niet zeker, in Amerika. Toen zat Harry dus zonder gitarist. En op dat moment speelde ik al met Herman Brood en met Loutje Leeuw, die ook in de band zat met Harry. Ja, Herman zag op dat moment zijn kans eigenlijk schoon om voor zichzelf te beginnen, dus die begon zijn eigen band. En zo werd ik op één dag gevraagd door Herman om bij zijn nieuwe Wild Romance te komen. En ik werd gebeld door het management van Harry of ik met Musquet wilde spelen. En die keuze was niet moeilijk. Ik bedoel, ja, ik heb Musquet altijd een hele goede zanger gevonden. Was een hele grote fan van Gelling. Ja, dus dat te mogen opvolgen was echt een eer. Dat vond ik echt super. Plus dat ja, het drugsgebruik van Herman Brood toen ook al zo zichtbaar was, dat ik me afvroeg of ik sterk genoeg zou zijn om daaraan te weerstaan. Aan dat feest, dat banket wat daar werd opgediend. Dat leek me niet. Dus de keuze was makkelijk. Toen ben ik met Harry gaan werken. Ja, dat was eigenlijk voor Harry, voor zover ik het nu begrijp, ja, het experiment om eens los te komen van de blues. Om eens meer funkmuziek te gaan doen. Als je kijkt naar de plaat, dan zie je eigenlijk, even kijken, Devil Daisy, het eerste stuk van de pianist Martin van Dijk. Dat is een funkstuk. Het eerste stuk van Kant 2, Mr. Cool. Ook, even kijken, dat is muziek van Martin, ook de pianist. En tekst van A. Bezoen, waarvan ik niet zeker weet. Ik denk dat het een kennis is van Martin. Dat was echt funkmuziek. Er staat een instrumentaal stuk van mij op, Peace of Mind. En dat is eigenlijk ook funk, zelfs een beetje fusion avant la lettre. Dat is echt een wat meer in elkaar gezet stuk met wat meer akkoorden dan je in blues zou vinden. En dat geldt eigenlijk voor een aantal andere stukken ook. Even kijken, we hebben een stuk, oh ja, Bad News, dat is de enige echte blues. Dat is een tekst van Harry en muziek van Martin. Met een wagentuin van mij, heel leuk. Even kijken, ja, we kennen natuurlijk allemaal het tekstboek van de songteksten van Harry, Back Home. En daar staan twee teksten in die op deze plaat gebruikt worden. En dat is Solid Sender. Nou moet ik zeggen dat ik ook altijd wel een soort associatie heb gelegd terwijl ik dat speelde met, ja, het afscheid van Elko. Het Solid Sender. Ik weet dat niet helemaal zeker. Hiernaast staat, en het gaat over een geliefde die een belangrijke rol kan spelen. Kan natuurlijk een vrouw zijn, kan ook een vriend zijn. Ja, een ander stuk, daar weet ik veel meer van. Dat is Victor. En dat had ik al geschreven met een tekst, met melodie. Harry vond het leuk, maar in dat jaar was er een belangrijke gebeurtenis. Prins Bernhard, dat weten we. Hè, de geprezen oorlogsveteraan. Die, ja, had zich voor de Nederlandse staat buitengewoon ingezet. En had ook een klein beetje aan zijn eigen portemonnee gedacht. En dat was ook weer de Lockheed affair. Ik kreeg gewoon een of andere deal met het aanschaffen van vliegtuigen. En dan had hij toch een klein miljoentje achter zijn eigen achterzakje gestopt. En ja, dat werd hem niet in dank afgenomen. Er werd hem zelfs een boel afgenomen. Want dat schrijft hij hier ook. Victor was a king-sized prince supposed to serve the law. Jet planes were his thrill. Volgens mij zingt hij trip, maar goed. No distance was too far. Nou, dat snappen we. Victor was a uniform fake and nature was his game. And now he lost his king-sized shape, he will never be the same. Ja, al zijn onderscheidingen werden afgenomen. Zijn uniform mocht hij nooit meer dragen. Dat was, ja, nou, ik heb altijd wel gesympathiseerd met de prins. Natuurlijk een naamgenoot van mij en dat opstandige van hem, dat vind ik wel leuk, maar hij was echt veel te ver gegaan. En Harry, die, ja, het begint ook, ja, je hoort het begin van dat stuk, hoor je een vliegtuig zo. En op het eind of ergens zitten er ook nog trompetten in of zo. Dat weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij is er iets, hè, dus het is toch een beetje die sfeer zit erin.
Victor said he served the nation, but we know he never did. He was a guard, a soldier, that's what Victor said. Victor took a Swiss-made million-dollar trip. He thought he scored an ace, but we cracked his Shanghai shit. Weet ik eigenlijk niet eens wat dat betekende. Kwam dat geld van Shanghai af of zo? Dat zal wel. Nou ja, en dan, ja, Harry was echt verontwaardigd. En ja, daar zat dus een B-gedeelte in met een beetje zo'n, he was a really mooiere melodie. He was not related to the poor. Victor, you don't know Victor anymore. Oh ja, dan gilde die echt uit. Anymore, heel hard. Harry kon het glas laten springen in de ruiten. Die had ongelooflijk gestopt. He had no compassion for the poor. Victor, you know Victor anymore. Ja. Ja, prachtige tekst. Mooi nummer. He was not related to the poor. Victor, you know Victor.